Hey, welkom bij een nieuwe Vloggels. Vandaag heb ik een hele toffe afspraak. Ik heb dat 1 keer eerder gedaan, dat was bij het boekje Bent van mij. Toen werkte ik samen met Hans Kuiper en dit keer ben ik weer van plan een enge, spannende thriller te gaan schrijven. Maar dit keer met een andere auteur, namelijk... Misschien heb je het niet verstaan, maar misschien heb je wel een idee wie het zou kunnen zijn. Post dan hieronder jouw suggestie in de comments en als je het nou goed hebt, dan geef ik je een like. Dan weet je meteen dat jij helemaal op het goede spoor zit. Nee, ik zou willen dat mijn motor zo klonk, maar ik heb een Volkswagen Up, dus dat wordt hem niet. Deze stem is echt heel anders dan mijn eigen TomTom. Het is ineens een man, dat ten eerste, dat klinkt sowieso al heel erg anders. En op mijn eigen TomTom heb ik een Vlaamse vrouw en die klinkt heel erg vriendelijk. En nu ineens heb ik een Nederlandse man. Na 1 kilometer, houd links aan! Ja, dat is echt precies hoe deze TomTom praat. Dat is echt verschrikkelijk. Ik heb ook helemaal niet de neiging om naar hem te luisteren. Ik vind hem echt veel te dominant. Maar goed, in ieder geval, we volgen hem maar. Want anders dan wil ik echt niet weten waar ik uitkom vandaag. Ja, we staan alweer in de file. De file richting Schiphol. En Schiphol is trouwens een plek waar ik binnenkort naartoe moet. En waar ik echt totaal niet naartoe wil. Ik haat vliegen. Vliegen is echt een van mijn grootste nachtmerries. Op vampiers en... Daar was ik elke keer nog meer zo bang voor. Hoogtes. Ik moet! Want het gaat om een hele belangrijke dag, namelijk de bruiloft van mijn broer. Mijn broer gaat binnenkort trouwen met zijn Amerikaanse vriendin. En zij gaan trouwen op Sardinië. Misschien heb je je wel afgevraagd hoe je eigenlijk samen een boek kan schrijven. En dat is best wel lastig. Schrijvers zijn best wel mensen die graag alleen zijn en op zichzelf zijn en dingen zelf willen bepalen. Best wel eigenwijs. Ik zal het zo meteen aan die collega vragen trouwens of hij of zij, ik ga niet zeggen of het een hij of een zij is, of die daar ook last van heeft. Maar in ieder geval ik, als ik voor mezelf mag spreken, ik ben echt super eigenwijs en ik ben ook niet zo heel goed in samenwerken. Misschien dat ik daarom ook wel op toneel ben gegaan om wat beter te leren samenwerken, want ja, dat was echt verschrikkelijk. Ik doe altijd het liefst gewoon hoe ik het zelf wil. Ik heb trouwens heel vaak chance met peuters en kleuters vanwege die sleutelhanger aan mijn autosleutels. Die liggen dan wel eens ergens op in een cafeetje op tafel en dan hoor ik ineens zo'n kindje krijsen. Mama, Minion! Minion! En ik ben er. Yes! Daar is de zee. Hier ben ik. Hier is mijn laptop. En we zijn klaar om te gaan. Maar met wie het was, dat hou ik nog eventjes voor mezelf. Nou, we zijn weer thuis en intussen heb ik lekkere lunch voor mezelf gehaald. Het zijn de beste kaascroissants ter wereld. Echt niet normaal lekker. Kaas met mosterd erin. Het zijn van die ronde die dan... Oh. Die is niet voor jullie. Die ga ik zelf opeten. Ja. En dit moet je dan kunnen weerstaan. Kijk hoe lief. Ja, Jip is gewoon met haar snoet aan het stoepkrijt gezeten. En dat weet ik, want er is bewijs. Yes, dankjewel voor het kijken naar deze vloggels. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Vergeet dan niet even deze video te liken. En abonneer jezelf op mijn kanaal hier beneden om niks te hoeven missen van de volgende vloggels.